Goedendag en welkom weer bij een aflevering van Alpha Audio. Vandaag gaan we het hebben over de Definitive Technology D15 Zellluidspreker. In onze laatste multitest Bookshelf speakers hebben wij de kleinere versie ervan getest, namelijk die erachter. En uit mijn hoofd is dat de D7. En ja, wie denkt dat de D15 een budget-luidspreker is? Ja, dat is het niet, want deze kost de 3000 euro per paar. En de reden dat die toch wel behoorlijk prijzig is geworden, is met name vanwege het aluminium front de interne demping en natuurlijk de extra units die erin zitten en dat maakt hem exponentieel duurder dan de bookshelf versie. Maar goed, er is natuurlijk een reden dat ze dat helemaal door hebben getrokken, want een rigide kast en een aluminium front en meer units van dezelfde kwaliteit maken zo'n luidspreker ook gewoon pak een beet drie keer zo duur. Want deze is ongeveer, nou zeker wel drie keer zo groot. Ja, doe de prijsje drie en je zit inderdaad aan 3000 euro per setje. Laten we heel even gaan kijken wat deze D15 dan bijzonder maakt, want het is ja, wel net een andere luidspreker. Definitive Technology wil een goede kwaliteit in een mooie behuizing uh, brengen. En ja, nou ja, goed. ik vind dat ze dat aardig is gelukt, uh, maar buiten het mooie uiterlijk en de smalle baffle zitten natuurlijk wel. Bepaalde elementen die deze luidspreker ook anders maken. Um, we hebben hier zo'n unit. Deze zit ook in de D7. Die doet daar zowel midden als het laag. En je ziet hier in het midden een soort paddenstoel. Een beetje een gek ding. Uh, dit is een faseplug en deze moet ook ervoor zorgen dat de spreiding van het middenlaag beter is. nou Hier doet hij alleen het midden, want deze heeft twee extra hoefetjes meegekregen. Maar ja, die extra spreiding moet dus voor ruimte zorgen. Hier zie je ook die offset tweeter. Dat heeft ook een reden. Want als jij een vlakke baffle hebt en allemaal hoeken en je zet de tweeter in het midden, dan kan je een, uh, een vervelend effect krijgen dat het, laag een beetje uit, of sorry, het hoog een beetje uitgedoofd wordt, omdat je een symmetrische afstraling hebt. En die slap op de baffle zorgt er weer voor dat als het bij elkaar komt, dat het elkaar gaat uitdoven. Doorom dus uit het midden te zetten, haal je die symmetrie weg en heb je die uitdoving in ieder geval een stuk minder. Nou, ook hiervoor heb je weer zo'n uh, zo pukje die ervoor zorgt dat het netjes wordt afgestraald. En dat zagen we ook wel terug in de metingen. De, zowel de on-axis als de off-axis metingen waren behoorlijk goed bij deze Definitive. Nou, gaan we verder naar beneden. Dan zien we twee, uh, twee keer ongeveer 5 inch, het is 5 kwart inch voor de woefers. En helemaal onderin zien we nog een passieve radiator. En die passieve radiator die komt dus in de plaats van een baspoort. En het voordeel van een passieve radiator is dat het laag wat strakker is en wat gecontroleerder is. Dat zegt Definitive Technology. Ik bedoel, er zijn van beide luidsprekers natuurlijk goede en minder goede versies. Onze ervaring was wel toen we voor het eerst aansloten dat het beeld inderdaad heel ruimtelijk is en het laag is inderdaad wel heel strak en gedefinieerd. Het maffe is. Dat, hoewel dit best wel een grote luidspreker is, nou, het is, het is geen Wilson Alexa of zo, maar het is best een flinke luidspreker. Het laag gaat nou, tot zo'n 45 hertz en dat kan onze vocal Sopra dus ook. Maar dat is een vrij brede en toch nog wel vrij grote boekshelf. En dit is een hele slanke zuil. Dus zo zie je maar weer, onze verhaal over boekshelf versus vloerstaander ja, het gaat dus hier wel op, want de boekshelf gaat praktisch net zo diep als deze vloerstaander. En het voordeel van een boekshelf dan is dat de kast kleiner is en dus ook ja wat meer rigide is dan deze vloerstaande. Al is deze kast wel ontzettend dood. Ze hebben dat ook laten zien in de tekeningen. De intern zit echt behoorlijk dik MDF en er is goed voor structurele integriteit gezorgd. Um, ja, wat kunnen we nog meer zeggen over deze Definitive Technology? Hij is mooi afgewerkt. Het aluminium front ziet er strak uit. Je hebt frontjes die gaan er magnetisch op. En um, ja, we gaan er binnenkort een uitgebreide review van schrijven. En dan zult u alle specificaties op een rijtje zien. En dan kunt u horen en zien in de metingen hoe deze luidspreker presteert. We danken u weer voor het kijken. Tot de volgende keer.